Hallo. Ja, zo zijn wij. Oké, goedemorgen. Ik denk dus dat ik deze nu aan kan. Het is heel mooi weer. Ik ga op de fiets. Dat kan met deze. Ik zat laatst weer helemaal vast met een jurk, jongens. Nou, niet eens vast. Helemaal wijd, recht. Maar die split was zo diep dat als ik ging zitten, hè, dan ging die stof dus omhoog dat ik gewoon in mijn onderbroek zat. En ik had Sydney al achterop. Ik kon niet meer terug. Dus ik ben de hele stad doorgefietst in mijn onderbroek. Toen heb ik bij de Hema uiteindelijk dit broekje gekocht. Heel lekker shortje, maar het is eigenlijk een onderbroek. Het is helemaal naadloos. Zo ging het wel weer. Dan heb ik hier zin in de hele dag. Ik heb mijn haar anders gedaan en dan kan ik dus die pet op. En dan vind ik dit dus wel weer heel leuk, want dan zit er meer van mijn eigen stijl in. Misschien nog een paar kettingen. Ik neem dit tasje mee voor alles wat ik ga kopen. Ik ga nu nog even snel editen. Een half uurtje en dan ga ik. Dit is ook een van mijn favorieten de laatste tijd. Het hartje. Zit zo leuk altijd bij die neckline. Gisteravond stuurde Amy mij een screenshot van Mega Partij Vintage. Dat is aangekomen bij Gideon Italianer. Dus ik zei tegen Amy, oh top, wat leuk. Maar dat hebben ze morgen nog niet uitgepakt. We gaan gewoon volgende week naar Gideon. Dan gaan we nu naar de kringloop. Toen bleven ze maar dingen posten. Daarna kwamen er nog allemaal stories met dat ze het al aan het uitpakken waren en ophangen waren. Dus ik tag Amy daarin en toen stuurde iemand van Gideon van, ja, kom maar snel langs. Dus ik ga nu naar Gideon en daarna gaan we naar de kringloop wat we sowieso al hadden bedacht in Naarden. Dus windbreaker. Pink, is dit raar? Ja, dat is het, maar ja, dat ben ik sowieso. Dat is haar ook al. Zijn er? Eén kwam er ook net aan. Oh, daar. Oh, top. Dichtbij. Een kids dingetje. Kijk, wij zijn er als de kippen bij, hè? Ja, echt wel. Meteen zijn wij. Hallo. Ja, zo zijn wij. Ja, natuurlijk. Wel hartstikke. Ja, mooi. Heb je het gewassen? Ja. Het staat wel goed. Heb je het gewassen? Ik zie het helemaal zo shine. Shine, hè? Ja, daar hou jij niet van. Nee, nee, ik hou van schietergein. Ja, nee, ik vind dit mooi. Dankjewel. Ja? We hebben het gevonden, het rekje. Kijk, ik heb al twee dingen. Ja, het ging gewoon niet, zo smooth. Hoe kan dat? Dat is niet. Ja. Het is deze, wel aangesnoerd. Ja. En deze. Oh ja, ja. Die zag ik net ook, ja. Dit namelijk onder een t-shirt, dan zie je hier nog die longsleeve. Ja. En dit mutsje. Maar ik wil even weten wat het kost. Ja. Oké. Kijk, ik zeg tegen één, ik wil die klok hebben. En dan doe ik een foto waar die klok zit. Maar wacht, heb je goed gekeken? Ja. Hij is helemaal goed. Een foto waar die klok zit? Ja. Maak er een lijst van. Ja, dat is geen kast. Hij is nep. Gewoon een prop. Hè? Ja, een prop is het. Ja, dat is wel binnenvoering. Oh ja, dit is toch wel een binnenjasje hoor. Ja, want ik bedoel die. Maar dan van een jas met een diagonale rit. Ik vind die armen vooral heel tof. Ja, de armen zijn heel mooi gevormd. Ja. Het past wel heel goed bij je klok. Ja. Yeah. Ja, dat vind ik wel echt een mooie kleur. Ik heb natuurlijk veel van dit soort shorts en die zijn meestal poly. En ja, dat wil ik vanochtend aan doen. Dus, nee. Ik wil het toch niet aan. Nee. Ik laat even mijn vondsten van net. Ik heb twee dingen gekocht. Kijk hier. Ik denk dus dat ik hier nog nooit ben geweest. Nee, ik herken het niet. Eén. Is er een lift? Ik denk dat de waterkamer er al een lift is, toch? Ja. Nou, ik ben hier nog nooit geweest. Hoe is het mogelijk?
Ik vind dit ding heel mooi. 95. Ah, 95. Of is dat 95 euro? Mooi. Ja. Ook mooi. Deze is 65. Die dacht ik, oh leuk om te beschilderen. Maar nee dus, dat is een beetje zonde. Oh, dit is een mooi jaren 70 dingetje. Ja, dit weet 175. Oh. Alles is honderden euro. Ja, tegenwoordig weten ze ook de prijzen. Ik vind dit dus heel fashion. Zo'n ronde bank. Ja, heel cool. Ja. Die zijn heel duur. Zo, om de... Ja, omdat je je hoofd kan neerleggen. Nu moet alles zo laag en fashion zijn. Nu, dit was de tijd dat het nog lekker zat. Ja, maar dat is leuk. Dan doe je weer terug. Ja, heerlijk. Heel mooi ding. 495. Dat vind ik niet duur, maar ik bij de tafel. Nee, vind ik niet duur. Dan heb je wel echt een statement ding, hè? Het enige is dat je hier dan... Hier zaten ze het liefst. Hier moet je eventjes een... Dat verfje hier opdoen. En hier. Ja. Oh, die hadden geen goed huwelijk. En die zaten heel ver uit elkaar. Ik vind hem mooi. Het is wel een mooie kleur. Hij zit ook zo lekker. Het heeft een beetje iets van Mondriaan of die periode. Ja, omdat door die poten. Ja. En dan misschien door de kleuren brood. En de shapes. Ja. Het ontwerp is mooi met die pootjes. Lijkt alsof iemand het zelf heeft gemaakt. Toch? Ja. Ja. Mooi. 22,50. Het moet dan wel geverfd worden. Dan heb ik dus weer geen zin. Of vind je deze kleur ook wel mooi? Deze is heel mooi, die kleur. Even meenemen, bij twijfel neem ik hem niet. Maar ik vind facetten ingezette stuk ook mooi. Ja, vind ik ook. Dit vind ik heel mooi. Maar dit zit dicht. Gewoon qua kleur. En dit is een mooi schaaltje. Maar het moet geboden worden. Even kijken wat dit allemaal is. Hier hebben ze alle feestkleding bij elkaar. Zwart vind ik nooit leuk om in te spitten. Nee, ik ook niet. Zie je het op een of andere manier niet goed wat ik vind? We gaan naar de gewone collectie. Ja, toch? Ja. Mijn portemonnee past er niet in. Jawel. Nee. Nou, wat is de portemonnee? Heb jij... Ben ik hier niet toch een keer geweest met Gijske, met die rok? Jawel, ik ben hier geweest. Je bent hier wel geweest. Met die glitter gekleurde rok heb ik hier toen gekocht. Ja, ja. Zie je, wat zit jij nou? Je bent hier wel geweest. Ja, maar beneden herken ik niet, maar hierboven bij die paskamers. Oké, wat kost dit? Ik heb hier geen zin in. 100 euro. En deze? Hier hou ik altijd van die restjes leer. Het is wel een leukertje. Ik bedoel, daar past mijn portemonnee dan wel weer in. Maar die is wel leuk. Ja? Ik neem ze even mee voor de spiegel zo meteen. Ja. Dan gaat ze hoor, back lady. Kijk, deze grappige schoentjes. Maar ze zijn net te klein. Oh, jij, wel zijn ze voor jou te... Ja. Veel te groot. Ja. Ja. Jammer. Dan kan je hem gewoon zo op tafel neerzetten. Ja, en deze heel mooi. Wat kost die? 3,50. Ja. Dit, die koepladen testen. Hè? Maar met die pet? Ja, die kleuren, ja. Ja, wat is het formaat dan? 38. Ze hebben wel die goede hak. Ja. 38, schat, ik heb 36, hè? Nee. Ja. Dit is gewoon jouw maat, hoor. Wat leuk. Maar dit is wel mijn maat. En het is ook mooi dat ze wat, je voet wat langer maken, hè? Dat is niet mooi. Met dat sokje ook. Zit die lekker? Moet ik die andere ook doen? Ja. Gewoon de vol. Ja, en dan even met de broekspijp een beetje omhoog, want we zien het nu niet. Ja, heel leuk. Ze lopen best wel lekker. Ja, eigenlijk. Dat kan ik me best wel voorstellen. Dat het gewoon lekker loopt. Hier heb je nog een hele zaal. Het mooiste t-shirt van de wereld. New York City van Fruit of the Loom. En hij is ook helemaal gaaf. Ja, hij is echt gewoon niet gaaf. Gedragen. Hij is klein, maar gaaf. Yes. Oh, en wat kost hij? Oh, er staat geen prijs. Ja, de lijst hangt daar, maar het is iets van 4,50. Ja, maar het is wel echt heel mooi qua kleurencombinatie. Ja. Als je dan ook weer iets wit boven doet. Ja. Maar je ziet te erg dat dit een onderrok is. Zo al die naden ook. Ja. Oké. Okay, we gaan richting de paskamers. Een paar dingetjes passen, toch één? Ja.
Ja, die is goed, hè? Tot de knie. En high waist. Dat is precies de vibe. En lekker stof. Ja, en katoen. Dus dat ik dat gedoe met vanochtend met de polyester. Zit er nou zak in? Nee, het lijkt zo. Oh, oh wel. Ze zijn dichtgenaaid. Hé, dat is gek. Ja, want dit is wel de zak. Wat kost een korte broek? 4,20. Die blazer neem ik gewoon. Ja, die heb je al gepast, hè? Ja, dus die doe ik. Oh, deze had ik foto's van maken. Dit is ook heel mooi met je ketting. Dit is echt een lookje. Ja, wil dus zo'n... En dit biesje is elastiek. Dat maakt het dus heel lekker. Maar ik wilde al graag zo'n kleine panterprint iets. Dit is strak, dat vind ik leuk. 25. Ja, het kan ook gewoon zo op high waist, maar dus ook gewoon langer. Ja, het is heel tof. Ja, je moet toch wel korte mouwen, maar dat is oké, hè? Ja, maar er kan altijd nog een ander kleurtje onderuit komen. Ja. Dus dat is alleen maar goed. Eem kan haar werk ook niet loslaten als stylist. Die ziet nu de hele tijd deze look. Ja. Ik kijk gewoon nu naar de losse items. Nee, ik zie deze helemaal voor me. Dit is toch grappig? Ja, wat zal ik hiermee doen? Ja, deze tas is erg leuk, maar niet praktisch genoeg. Deze blijft ook hier. Ik denk dat dit echt een heel erg duur jaren 50 Hawaii shirt is. Ik denk dat deze heel, heel kostbaar is. Als ik het zo beoordeel over het label en de print. Wordt het dan al gezien als een blouse? Ja, heel erg, maar dat bedoelen ze wel. Het is wel heel erg, ja. En dit ding dan één? Met twijfel, ik vind hem wel echt heel tof. Ja, deze heeft wel iets heel goeds. Iets heel vintage-achtigs. You got my back? Yes. Oh, hij is kapot. Oh, dag, dag, dag. Dag, dag. Oh, je doet die stoffen niet meer? Nee. Kijk, deze had ik ook nog op het oog. Vind ik zo'n mooi design. Maar ik heb toen dus een nieuwe gekocht, maar dit is ook weer van dat merk. Nou, één, kijk. Het is een heel mooi jaren 50, 60 Hawaii shirt. Een Versace couture denim. Jaren 80 blazer. Oh, sorry. Vintage. Ja, echt die Versace is echt heel tof. Laat die heel even zien. Ik heb hier alles in zitten, maar dat laat ik thuis uitgebreid in de try-on zien. Ja, 8,50. En er zit dus een hele toffe, ja, een beetje zo'n wrinkle-wassing overheen. Snow wash. Ja, maar dan in de lengte. Heel mooi. Ja, echt happy. Ja. Dit t-shirt al aan, want ik heb deze had ik meteen al gewassen. Maar dit is een hele mooie, omdat die heel fluid wilde ik zeggen. Ja, hij is dun. Misschien omdat hij dus al heel veel is gedragen. Geen zijnaden. Groot en een heel mooi fijn artwork. Dus ik kon niet laten vanochtend, heb ik deze meteen aangedaan. Ja, en die neckline is helemaal perfect. Kijk, die neckline is ook zo mooi. Dus vrij hoog, die rib, maar niet te hoog gesloten. Ja. Het zijn allemaal de kleine dingen waardoor sommige t-shirts gewoon een droom zijn en andere niet. Maar ik ga dus ook even andere dingen laten zien die ik heb gevonden op de Havenstraat en daarna in Naarden. Deze heb ik ook alvast even gewassen. Dit wilde ik al heel lang. Een longsleeve met Adidas strepen. Ik zie het al een tijdje bij Vetements, Balenciaga en nu zag ik het ook bij Adidas en Prada. Een groot t-shirt met een longsleeve eronder in de styling. Dus twee t-shirts, een longsleeve t-shirt en een shortsleeve t-shirt in plaats van een sweat. Nee, ik haal het door de war. Ja. Nee, het is niet Adidas Prada. Ik ben gewoon in de war. Omdat ik nu hier een Adidas t-shirt vast heb. Wat trouwens wel gewoon alles aan deze collectie wil ik. Kan ik niet betalen. Dat is toch jammer, hè? Ik ben wel de doelgroep, maar niet qua budget.
Ja, als ik ergens zou willen werken als ontwerper, is het wel bij Balenciaga of Vetman. Kijk, sowieso hebben zij het, maar dit is niet de foto die ik bedoelde. Ja, dus zij doen dat met die lagen, maar dat doen ze al langer. Maar ja, hier heb je zo'n longsleeve t-shirt voor nodig. Oh ja. Ja, het is bijna een sweat in de body van de stof. Dus het is niet zwaar, maar wel, hij heeft wel stand. Ja, dit staat gewoon heel leuk altijd overal bij. Dus dit kan ook met een jurk eroverheen. Iets heel elegants. En dan dat je dit nog hebt. Dus dit is altijd lekker. Deze was €3,50. En wat ik daar nog meer heb gekocht. Deze. Een Nike short. XL. Maar hij heeft een binnenbroekje. Dus ik ga dat even uitknippen. Want anders kan ik hem niet goed passen. Dan hou je zo'n soort lelijke, zo'n vlak bij je bil. Heel licht. Wat lekker draagt in de zomer. Dus geen statische plak. Dan heeft het nog een klein zakje. De sleutels misschien. Geen statisch plakbroekje, maar gewoon lekker luchtig. Ik denk dat ik hem wel met iets langs ga dragen. Dit hele leuke schattige truitje. Er staat in 3. Dus dat zal wel voor 3 jaar zijn, maar... Ja, dit kan al eerder, denk ik. Komende winter. Die ga ik even wassen. Dan deze short. Die ben ik dus aan het passen in de winkel. En daar zit hij dus binnenste buiten. Dat zie je bijna niet bij deze broek. Maar hij heeft dus wel gewoon zakken. En ook nog een heel cool label. Waar ik heel erg van hou altijd. Nog iets grafisch op een kledingstuk gebeurt. Ik kom even met dit fantastische t-shirt aan. Die broek, wat ik al zei, die zit dus perfect. Katoen, dus dit is nog luchtiger dan die broek van net. Lievelingsstad, New York. En dan Fruit of the Loom zonder zijnaden. Wat kleinere fit, maar deze broek erbij. Ja, lekker broekje. Mooi lang, hè? Want dit t-shirt, ja. Is al geweldig. Hoe komt dat daar dan, hè? Wie heeft dat al gekocht en waar? Jongens, vergeet niet te abonneren en te liken. Dat helpt mij heel erg. En ontzettend leuk dat jullie weer hebben gekeken. Zondag komt er een hele bijzondere video online. Namelijk van mijn detoxproces. Dus ik heb 35 dagen gedetoxed. En dat heb ik vastgelegd in een dagboek. Dus ik laat zien hoe je het doet. Waarom ik het doe. Voor- en nabeelden van mijn lichaam. Hoe het bevalt. Hoe ik me erbij voel. Of het lukt. Hoeveel kilo ik verlies. Dus ik ben benieuwd wat jullie van die video vinden. Hele mooie dag. Doei!